En voor niets wordt hij bij RWDM nu al de beste aankoop sinds jaren genoemd. Het is een speler die ons zeer veel zal opbrengen. Hij is een technische speler vooral. Hè. Dus ja, hij moet het hebben van zijn techniek en niet zoveel van zijn werken. Maar dat kan wel komen. Kan hij nog groeien? Moet hij nog wat bijschrijven? Ja, groeien moet je altijd doen. Hij is dus 25 jaar. Hij is een maand bezig in Eerste Nationale. Dus voor hem het Belgisch voetbal is nog moeilijk. Maar groeien zal hem zeker nog vast nog doen. Het Molenbeekse publiek is ondertussen behoorlijk enthousiast geraakt over zijn nieuwste wonderboy. Niet in het minste ruim 300 Brusselse Albanese die speciaal voor Kepa bij elke thuismatch naar het Edmond Martensstadion komen afzakken. Oui, certainement, il y a au moins 200-300 personnes qui viennent craquer pour Kepa. Et ça, moi, il le sait très bien. Quelle signification a-t-il pour la communauté albanienne? Beaucoup, parce que bon, ça c'est le favori des Albanais ici en Belgique. Quoi. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui peut devenir quelque chose ici en Belgique, bon, on est fiers de lui. Quoi. C'est très beau, on le suit, il y a beaucoup de supporters qui sont là avec des drapeaux albanais, c'est super beau. D'ailleurs, pour lui, je lui ai posé la question le premier match qu'il a fait à l'intérieur de Molenbeek. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est l'impression que tu as eu quand tu es monté sur le terrain? Il dit, j'ai eu l'impression que j'étais dans mon équipage code en Albanie parce que j'ai vu ces drapeaux, j'avais des frissons et ça m'a motivé à bien jouer. Toch hangt er nog een donkere schaduw over het recente voetbaltoernooi van Schalke.